Goedemiddag dames. Goedemiddag. Hallo. We zijn hier op de Buitenhof in Rome. Ja. Komt u uit deze plaats? Wij komen uit Barendrecht. Uit Barendrecht. En die komt hier regelmatig om wat te kopen? Wij stellen hier bijna elk jaar, nu voor de derde keer of zo, kerstpakketten samen. En ja, mensen die het dan wat minder hebben of alleen zijn, daar wordt dan een kerstpakketje door samengesteld. En eigenlijk doen wij dat nu al een paar keer hier vandaan. Omdat het ook weer een mooi maatschappelijk project hier vandaan is. Ja, en een winkel als deze is niet in Barendrecht? Ik weet het eigenlijk. Nee, weet ik eigenlijk niet. Nou, niet met zoveel keuze, denk ik. En niet waar ook nog een werkplaats bij zit, waar de kerstpakketten dan door mensen gemaakt worden. Ja, precies. Hier op deze werkplaats werken. Ja, dus dat maakt het wel heel bijzonder. Plus de lekkere koffie en zo. Ja. Niet geheel onbelangrijk. U staat regelmatig in deze winkel als verkoopster? Ja, als vrijwilliger. Op dinsdagmiddag en op zaterdag. Dat doe ik dan niet alleen, maar dat doe ik met mijn collega. Ja, en nu heeft iets speciaals in uw hand? Ik heb hier stroopwafels. En we hebben dus in deze winkel allemaal kleine ondernemers. Die bieden ons wat aan als ze iets bijzonders hebben. Deze man die doet stroopwafels bakken, maar niet de gewone, maar met spullen erin. Ik heb hier dus cranberry chocolade, dat doet hij er dan in. Eén stroopwafel. Maar we hebben nu met de kerst speciale. Dat is dan met amarena. Afgelopen Sinterklaas hebben we pepernoten stroopwafels gehad. En zo doet hij iedere keer wat nieuws. En dat nemen we dus af. En dat verkopen we hier in de winkel. Wat verkoopt u nog meer hier? Bijvoorbeeld sambal. Dat is dus hottie sambal. Dat is een mevrouw die is begonnen jaren geleden in haar eigen keuken om sambal te maken. Want ze vond de sambal niet lekker in de winkel. En nu heeft ze ergens een keuken en daar maakt ze sambal voor een heleboel mensen. Nou, we gaan nu een bruisbal maken. En dan gebruiken we diverse producten voor. En die gaan ze door elkaar mixen. En dan doen ze natuurlijk bloemetjes erin. En geurstofje en een kleurstofje. En dan kunnen we een hele lekkere bruisbal maken voor de bad. Hallo, wij zijn bezoekers van de Buitenhof. We komen hier wel vaker, omdat we de sfeer hier heel erg leuk vinden en de doelgroepen waar mee gewerkt worden. En we zijn op een reclame afgekomen via Facebook. Zelf je natuurlijke bruisbal maken. En nou gaan mijn hart heel erg uit naar natuurproducten zoals lavendel die hier van het terrein afkomt, goudsbloemen en gedroogde rozen. En ja, hoe mooi is het om nu vlak voor kerst een presentje te maken voor een familielid. En op een natuurlijke manier. En het is lekker natuurlijk. Het proces gaat nu beginnen van een bruisbal maken, toch? Ja. Het is hartstikke leuk. We krijgen uitleg over de grondstoffen, hoe je een bruisbal maakt. Ik heb begrepen dat dit zakje citroenzuur was en maïzena. Dat mogen we in een bakje doen. Nou hebben we de opdracht gekregen om ook soda, oftewel bicarbonaat, daarbij toe te voegen. Dat is erg spannend. Ik hoop geen ontploffingsgevaar. Dit mengsel bij elkaar toegevoegd, maar als opdracht moeten we dit goed mixen. Dus ja, zodat het lekker allemaal door elkaar zit. Nou, we gaan nu de bruisbal zo afmaken. Nou, hier is het resultaat van een bruisbal. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit proces is gegaan en of die bal is gelukt. Dit is een goudsbloemenbal. Heerlijke bruisbal. Ah, kijk eens, wat een prachtig resultaat. Nou, nog mooi verpakken. Kerstcadeau is helemaal klaar. Een heel mooi kerstcadeau voor oma of voor onze zus. En ja, dan kunnen ze heerlijk ontspannen het nieuwe jaar in. Tegenover mij zit boer Wiart Visser, afkomstig uit Alblanswaard. En u bent nauw betrokken bij de Buitenhof? Dat klopt, ja. Ik ben een van de eigenaren zelfs van de Buitenhof, zo mag ik mij noemen, samen met mijn ouders. En ik ben verantwoordelijk vooral voor de teelt, dus de fruitteelt, de groenten, de dieren. En proberen wat zaken daaromheen te regelen, inderdaad. Dus jij zorgt ervoor dat jullie producten hier in de winkel gaan liggen? Ja, dat is eigenlijk wel de hoofdtaak. Ja. Zorgen dat we jaar rond een mooi product telen.
En dat onder andere in de winkel verkopen. We hebben natuurlijk meerdere klanten. Maar ja, de winkel daar, dat is op het bedrijf. Dus daar moet het mooiste erbij liggen, zeker. Ja, en ik zag ook dat er nog een klein restaurant aan verbonden is. Klopt, we hebben een theeschenkerij. We zijn ooit de winkel begonnen, een jaar of nou, meer dan 15 jaar geleden. En daar stond een tafel met wat stoelen waar we een koffiezetapparaat bij hadden. En er kwamen steeds meer mensen, ja, die wilden wel lekker hier zitten en een bakje koffie drinken. En zo is eigenlijk een beetje het idee voor de theeschenkerij ontstaan. En dat is nu ook alweer meer dan 10 jaar open. Bij de Buitenhof, zijn daar ook mensen met een verstandelijke beperking betrokken? Ja, zeker. Wij bieden dagbesteding aan 25 volwassenen met een verstandelijke beperking. Dus dat wil zeggen dat ze hier 's ochtends naartoe komen, of met eigen vervoer, met de fiets of met een taxi. Wij bieden hun een zinvolle dagbesteding. Ze werken hier mee in alle takken van het bedrijf en aan het einde van de dag gaan ze weer huiswaarts. Ja, en ze doen hier van alles en nog wat. In de theeschenkerij helpen ze in de bediening, in de keuken. We zitten hier nu in de ruimte waar ze hun dagbesteding krijgen. Nou, op dit moment staat dat volledig in het teken van de kerstpakketten zoals die achter mij staan. Die worden hier door de zorggasten ingepakt. Ja, allerlei taken buiten. Ze verzorgen de kippen, werken mee in de boomgaard. Noem maar op, wat je kan verzinnen, dat doen ze hier eigenlijk. De Buitenhof is als bedrijf ook onderdeel van het Buitenland van Roon. Buitenland van Roon is een coöperatie van boeren, recreatieondernemers en natuurpartijen. En wij hebben gezamenlijk een streefbeeld opgezet, samen ook met de provincie Zuid-Holland. Om van dit gebied, het buitengebied van Roon, 600 hectare in totaal, een mooi gebied te maken. Recreatief voor bezoekers, maar ook natuur en landbouw moeten daar gemengd worden. En dat komt voort uit een beslissing van lang geleden. Wij zijn ooit aangewezen als compensatiegebied voor de Tweede Maasvlakte, natuurcompensatie. En nou, er is een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. We zouden hier een zoetklauwoemoeras krijgen en een intensief recreatiedeel. En nu zijn we zover dat we eigenlijk gaan proberen om juist het mooie landschap wat we nu hebben te gaan versterken met wat meer natuurlijke elementen. Landbouw blijft daar dus de dragende onderdeel daarvan. En we proberen het landschap ook voor de recreant aantrekkelijk te maken. En nou, als Buitenhof zijn we daar, liggen we in dat gebied, dus wij zijn daar ook nauw bij betrokken. We proberen ook, nou ja, zeker op het gebied van recreatie, daar ons steentje aan bij te dragen door mensen hier te ontvangen en zelf hun appels te laten plukken, mee te maken hoe het is om in de grond te verroeten naar je aardappels en dergelijke. Nou, dat is iets wat wij op die manier kunnen bijdragen aan het Buitenland van Roon.